laatste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gevangenisbewaarders van de SDKK hebben gisteren enkele uren het werk neergelegd. Daarmee protesteerden ze tegen het feit dat er volgens hen niet strikt genoeg wordt omgegaan met de regels rond gevangenen die coronabesmet zijn. In dit geval ging het om een man die al enkele dagen met klachten rondliep in de politiecellen in Barber voordat hij getest werd. Uiteindelijk bleek de man positief. Maar volgens de gevangenisbewaarders van de SDKK worden er naar de gevangenis gewoon mensen gebracht die met deze man in de politiecel heeft gezeten. En daarmee brengen ze het leven van de gevangenisbewaarders en de gevangenen in gevaar, zo stellen ze. Op de voorpagina van de Extra vandaag aandacht voor het zogenaamde RITS-project. Dit is de bouw van een reeks appartementen in Scharlo. De rechter heeft bepaald dat de bouw moet worden gestaakt. De eigenaar houdt zich niet aan de voorschriften die de brandweer stelt. En die veiligheidsvoorschriften moeten wel nagevolgd worden, zo heeft de rechter bepaald. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten eist 845 miljoen gulden van Houssang Ansari, eigenaar van onder meer Parman International. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling in de rechtbank van Curaçao in een zaak tegen Enya. Volgens Centrale Bank heeft Ansari als eigenaar van Enya heel veel geld uit het bedrijf gesluist dat nu weer terugbetaald moet worden. De coronacrisis heeft Curaçao tot nu toe zo'n 58 miljoen gulden gekost. Dat zegt minister Zita Jezus Leitu. Het gaat om veel geld, maar daarnaast heeft Curaçao ook veel hulp gekregen uit Nederland. Onder meer technische steun en financiële steun. De minister zegt dat Curaçao veel te lijden heeft onder de coronacrisis, want niet alleen de regering moet veel geld betalen. Het kost ook de samenleving en het bedrijfsleven veel geld tot nu toe. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable, swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Op Curaçao zijn gisteren 155 coronabesmettingen geregistreerd en dat is tot nu toe het grootste aantal op één dag. Er zijn 621 mensen getest, 27 personen zijn genezen verklaard. Op het eiland zijn nu meer dan 1400 actieve besmettingen, zo zegt de overheid. Er liggen 14 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 2 op de intensive care. Op Curaçao is inmiddels 15% van de bevolking getest. Het gaat om meer dan 23.000 personen. Casino-eigenaren op Curaçao zijn heel ontevreden over de beslissing van de regering om alle casino's op het eiland per direct te sluiten. De overheid wil zo het aantal coronabesmettingen verminderen. Maar volgens de casino-eigenaren komt de overheid niet met bewijs dat de besmettingen ook via casino's worden verspreid. Ze vinden dat zij zich tot nu toe heel goed aan de regels hebben gehouden. Onder meer door het aantal toegestane spelers te verminderen, mondkapjes te verplichten en maar de helft van de gokmachines te gebruiken. Ze begrijpen dan ook niet dat mensen nog steeds naar de bioscoop mogen of een dienst in de kerk mogen bijwonen, maar niet naar het casino mogen gaan. De gezaghebber van Bonaire, Edison Reyna, ontraadt Bonaireanen om naar Curaçao te gaan. Dit vanwege het grote aantal besmettingen op Curaçao. Volgens Edison Reyna, gisteren tijdens een persconferentie, zijn er veel mensen op Bonaire bezorgd over de situatie op Curaçao en dat kan hij goed begrijpen. Hij ontraadt mensen dan ook om naar Curaçao te gaan, tenzij er een dringende reden is. Als mensen toch moeten gaan, moeten ze zich streng houden aan de regels van sociale afstand, een mondkapje gebruiken en veel handsanitizer. Aldus Reyna. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.